vrijdag 19 maart ondertekende onder andere burgemeester Ties Elsinga en wethouder Bert van den Bos in het café Het Dak van de Markt het keurmerk Veilig Ondernemen Centrum Veenendaal. Al een ondertekening van een veilig ondernemen. Hoe is het met de veiligheid gesteld hier? Het moment waarop u dat vraagt, kunt u nu vreselijk vrolijk zijn. We hebben nare gebeurtenissen gehad de afgelopen weekend. Maar als ik in het algemeen spreek over wat hier vandaag gebeurt, het ondertekenen van dat, zeg maar, dat veiligheidsconvenant met de middenstand, of keurmerk Veilig Ondernemen is het in feite. Maar ook als ik zie wat wij de afgelopen jaren met de horeca hier in het centrum bereikt hebben, dan is Veenendaal per definitie veilig. En daar sta ik ook voor als burgemeester. Want daarvoor zijn we ingehuurd en dat willen we ook. Maar neemt niet weg dat er soms dingen gebeuren die zo'n slag brengen, aanbrengen in Veenendaal, dat je weer gewoon op achterstand wordt gezet. Nou, we hebben vandaag ook hier gehoord van de winkeliers, zeg maar van de middenstand. Schouders eronder, samen er tegenaan en zorgen dat het beeldmerk van Veenendaal goed blijft. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Mensen, als je iets hoort, als je iets ziet wat je niet vertrouwt, bel 112, bel de politie, geef het door. Want die kennis hebben we nodig om dingen die gebeuren die we niet willen, om die op te sporen en daar wat mee te doen. Maar als we die informatie niet krijgen, ja, dan lukt ons dat niet. En je kunt dat niet vaak genoeg zeggen. Bellen. Want wij moeten, het is een probleem waar we in heel Veenendaal mee geconfronteerd worden. En we kunnen het best oplossen met z'n allen. Nou, wat doet dit keurmerk met Veenendaal? Dat keurmerk, dat is net ook verteld. Je krijgt een eerste ster en een tweede ster. Dus het zijn gradaties van veiligheid. Als we dat behalen met elkaar, is dat promotie voor ons winkelcentrum. Mensen die vanuit de wijde omgeving hier komen winkelen, weten gewoon dat de winkeliers in Veenendaal hun zaken op orde hebben. En je merkt dat ook aan het enthousiasme van de samenwerkende partners hier vanochtend, dat men daarvoor wil gaan. Dat gaan we doen. Iedereen heeft zijn eigen belang, dat weten we ook. Maar gezamenlijk sta je sterk. Dus nogmaals, promotie voor Veenendaal. Als u allemaal even weer hier kijkt.